De bedoeling was om het MI-Glis te maken tot een A1-organisatie. En ondanks alle tegenslagen is dat in zekere mate gelukt. Zo sprak minister Silvano Tjonahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu vandaag tijdens de officiële opening van het gebouw aan de Jagannath Lakshmanstraat. De minister, tevens gewezen directeur bij het Management Instituut Grondregistratie en Landinformatiesysteem MI-Glis, zei dat hij zeer trots is op het personeel en blij is voor Suriname met de kwaliteit van de organisatie. We hebben efficiëntie, die hebben we verbeterd. Niet een beetje, we hebben die behoorlijk verbeterd. De registratie van perceel is gegaan van 120 dagen naar minder dan 10 dagen. De Ease of Doing Business lijst, die door de Wereldbank wordt gemaakt, die ligt niet voor ons. We hebben meegemaakt dat Suriname op het gebied van grondregistratie 20 plaatsen vooruit is gegaan. De enige categorie in dit land die zoveel sprongen heeft, vooruit heeft gemaakt. We zijn niet in het nieuws gekomen, omdat zoals u het nu ook merkt als minister, ben ik niet echt een persoon voor publiciteit. Maar we hebben grote stappen gemaakt en dat is internationaal niet ongemerkt gebleken. Tjonahin zegt verder dat hetgeen de organisatie heeft bereikt heel erg veel inzet heeft gevergd van de medewerkers. Het gebouw en de huidige structuur van de organisatie zijn volgens de minister niet zomaar van de grond gekomen. En wat velen niet weten, en ik was niet zo lang geleden in de ministerraad en ik zag de kaart van Suriname, waarbij die grenzen zijn aangegeven met referentiepunten. Het is voor het eerst in de geschiedenis is dat gebeurd. En dat is gebeurd door het MI-Glis. En niemand weet dat, maar wanneer we daar die referentiepunten zien, dan moet u weten dat dat allemaal is gedaan door dit instituut, door de mensen die hier zo hard werken en die zich inzetten om dit instituut een goed gezicht te geven. President Santokki zegt dat het MI-Glis niet in het leven is geroepen om gekenmerkt te worden als een organisatie in een mooi gebouw, maar moet als organisatie de samenleving dienen met efficiënte bedrijfsvoering en rechtszekerheid bij de registratie van grond. De eerste steenlegging voor het gebouw van MI-Glis was in september 2019 en werd al in mei jongstleden opgeleverd.